We staan nu bij de Attargrotten. U ziet ze achter mij. Er zijn ongeveer 400 door mensen gegraven grotten hier. En het zijn graven. U moet zich voorstellen dat tussen ongeveer de late 4e eeuw voor Christus en de vroege 3e eeuw na Christus mensen hier hun doden bij zetten. Dus laten we zeggen vanaf de komst van Alexander de Grote, de hele Hellenistische periode waarin de Grieken hier een dominante politieke macht waren, en de Parthische periode waarin mensen uit Noordoost-Iran hier de macht uitoefenden. In die tijd werden hier de doden in die grotten, kunstmatige grotten, bijgezet. Archeologen kunnen het dateren. Daarvoor is de koolstofmethode heel erg handig. En ze zien ook een ontwikkeling in de wijze waarop de mensen werden begraven. Eigenlijk hebben we hier iets heel interessants te pakken. Want archeologen concentreren zich over het algemeen, en dat is althans lange tijd zo geweest, op de meest opvallende plekken. Steden, denk aan Barsipa of Babylon, Nineveh. Dat waren grote herkenbare plekken. Die ga je opgraven en daarbinnen pak je eerst de paleizen en de stadsmuren. Van Babylon hebben we de stadsmuren, de tempels, de paleizen hebben we. Maar hoe de mensen woonden, dat weten we niet. En hier hebben we eigenlijk voor de Hellenistische en de Parthische tijd even iets van de gewone mensen. Dit zijn geen koninklijke graven. Dit zijn niet de mensen die hier begraven zijn. Zijn niet de mensen waarover de spijkerschriftteksten gaan of waarover de Griekse auteurs hebben geschreven. Dit is de echte wereld van de oudheid. En helaas, we begrijpen er zo verschrikkelijk weinig van af. Dank voor uw aandacht.